Wat voor werk doe je eigenlijk precies? Nou, ik ben expediteur in de Rotterdamse haven. Dat houdt in dat ik goederen verzend of verscheep. En waarom is dat nou zo tof? Nou, het is erg onvoorspelbaar, ja. Dat vind ik er gewoon zo leuk aan. Stel, jij wordt het jonge haventalent. Wat gaan we dan allemaal zien van jou in 2010? Dan gaan jullie iemand zien die erg gemotiveerd is. Om het voor jeugd erg aantrekkelijk te maken om in de haven te gaan werken. Zodat over 10 of 20 jaar de Rotterdamse haven ook nog draait. Wat maakt jou nou het jonge haventalent en waarom moeten mensen op je stemmen? Omdat ik sta voor de jonge mensen die er werken in de haven. Dat is gewoon de reden waarom de mensen op mij moeten gaan stemmen. Ik weet niet of je het weet, maar ik zit ook in de jury, hè? Maar je bent wel onkoopbaar, jij ook niet? Nou, ik wou het niet zeggen, maar als je iets hebt en dan kan ze te vergroten, dan wil ik er graag aan mee. Ik zie dat je wel een paar mooie schoenen hebt, dus misschien kan ik je met een paar mooie schoenen een beetje verleiden. Ja. Weet niet of dit een beetje naar je smaak is? In 44 graag. Ja, nee, dat is geen probleem, dat regelen we. Okay. Vind jij dat Redmar het jong haventalent moet worden? Stem dan nu op hem via jonghaventalent.nl/redmar.